Ja en nee, want ik denk dat je gewoon in de sport... En, nou, ik kom uit de teamsport, hè. Ik kom uit hockey. Daar ben je gewoon met elkaar, ben je een team, een groep. Ja, sta je bij A en wil je naar B, bij wijze van spreken. En dat is in het bedrijfsleven eigenlijk precies hetzelfde. Je werkt altijd in een groep en altijd met elkaar. Waarschijnlijk heb je met elkaar bepaalde doelstellingen. En die wil je gaan bereiken. En die moet je misschien ook wel bereiken. Dus je werkt echt samen. En ik denk dat dat mooi met elkaar te vergelijken is als je kijkt naar sport en bedrijfsleven. Ja, maar dat is juist waar wij voor willen gaan. Ik zei net al, ik heb 25 jaar in de sport gezeten en het voelde eigenlijk als een week. Nou, hoe mooi is het als je die rol binnen het bedrijfsleven kan vinden. Dat je gewoon eigenlijk met plezier naar het werk gaat. En dat is, daar is vaak, merken wij, een enorme winst te boeken. Of je de situatie gaat krijgen zoals ik hem heb beleefd. Binnen de sport, hè? 25 jaar, dat voelt als een week. Dat misschien niet, maar wij gaan ervoor dat iedereen uiteindelijk dat kan doen wat het beste bij hem past, binnen de organisatie waar je zit. En ik denk dan wordt het een leidingsweg, hè, wat het af en toe toch een beetje is, misschien wat minder. Ja, weet je, bij de topsport gaat het ook vaak om het resultaat. Hè, en wordt ook vaak gekeken van wat was de prestatie. Hè? Was het goud, was het zilver, was het brons. Maar uiteindelijk, en daar ging ik ook meestal, of eigenlijk altijd voor, gaat het om het proces. En als je binnen het proces gewoon de dingen op de juiste manier doet. En daar voor de volle 100% voor gaat. Dan gaat uiteindelijk dat resultaat volgen. Zo heb ik dat zelf eigenlijk ervaren binnen mijn sportcarrière. Dan gaat het ook bij wijze van spreken vanzelf. He, want dan al die trainingen die je moet doen, dat bij wijze van spreken 4,5 uur per dag en dat zoveel keer in de week, ja, daar gaat heel veel energie in. Maar als je er zo in gelooft van dat wat ik aan het doen ben, dat past zo bij mij en hier geloof ik, dan gaat eigenlijk dat vanzelf en dan kost het eigenlijk niet eens zoveel energie. En dat is misschien een beetje duaal, maar zo heb ik het zelf wel ervaren binnen mijn sportcarrière. Ik bedoel, ik heb regelmatig een fantastisch resultaat beleefd. En dat was dan bijvoorbeeld een gouden medaille. Maar ja, hadden we daar als individu en als team de maximale prestatie geleverd? Nee, regelmatig niet. Dus er was ook op dat moment veel winst te behalen. Kijk niet te rooskleurig dan naar het resultaat. Hey, goud, fantastisch, we hebben alles goed gedaan. Nee, dat is vaak niet de situatie. En zo is het aan de andere kant meestal ook niet. Hè. Als je zevende wordt, is ook niet alles verkeerd geweest. Er zijn er ook dingen geweest die absoluut wel goed zijn gegaan. Ja, maar een aantal zaken niet. Dus ook daar is dan weer progressie te boeken. Maar ook als er een gouden medaille is behaald. En zo heb ik dat zelf ervaren. Ja, en dat heeft mij eigenlijk 25 jaar rond doen rennen op heel veel velden.